naar een nieuwe video. Ik kom net van werk. Ik heb niet zoveel make-up op. Ik wou iets openmaken. Namelijk, mijn vriend die mocht van mij bij Naked alles uitzoeken. Ik zei, schat, jij mag mijn kleding uitzoeken. En ik vrees er een beetje voor. No offense, maar hij hoeft niet per se in beeld. Dus ik ga het ook gewoon zelf zo doen. Hij hoeft ook niet op beeld. Ik ben alleen al helemaal excited en benieuwd wat hij heeft uitgezocht voor mij. En ik ben volgens mij echt rood en wit tegelijk. Is dit beter? Of is dit te donker? Maar goed, 11 items bij Naked uitgezocht. Heeft hij gedaan. Ik ben heel erg benieuwd wat hij heeft uitgezocht. Ik zei, schat, denk alsjeblieft een beetje aan mijn stijl. Ik bedoel, ik wil het heel graag dragen straks. Misschien in de zomer of nu, weet ik veel. Ja, ik ben gewoon zo benieuwd. Ik heb echt geen idee wat hij heeft uitgezocht. Dus daar gaan we nu achter komen. Ben jij benieuwd? Blijf dan zeker even kijken. Ik zou het leuk vinden als je gaat abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met de video. Want oh my god, ik kan niet wachten. Nou goed, ik heb hier dus de hele tas vol met Naked spullen. En ja, zoals ik zei, geen idee. Ik heb alleen gezegd wat mijn maat is. Ik heb altijd 34 van Naked, echt met alles. Naked valt best wel groot. Normaal gesproken heb ik 36, maar neem ik altijd een maatje kleiner. Dus nu 34. Behalve bij broeken, dan heb ik wel een 36. Bij echt spijkerbroeken. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het openmaken. Ik ben heel erg benieuwd. Oh my god, ik zie al iets heel leuks. Het eerste wat ik zie is dit. En dit is lila. En ik hoop zo erg dat dit een joggingbroek is. Echt zo erg. Die lila joggingbroeken, ik weet niet wat het is. Ik ben helemaal into de lila. Ik heb lila nagels. Ja, ik vind dat geweldig. En dat wou ik nog heel graag. Dus ik hoop dat dat het is. Oh my god, yes. Dat had ik echt niet verwacht. Oké, leuk. Nou, een lila joggingbroek. Hij schijnt volgens mij wel door. Of lijkt dat zo? Of nee, dat toch niet. Ik weet het niet. Dit gaan we even passen. Maar in ieder geval een lila joggingbroek. Alleen de pijpen zijn best wel breed. Zoals je kan zien. Dus hij sluit niet mooi per se strak aan. En dat vind ik wel erg mooi bij die joggingbroeken. Dus hij is best wel los aan de onderkant. Dit is een XS. Ja, dat vind ik wel goed. Ik denk dat dat echt perfect past. En ja, gewoon een simpele lila joggingbroek. Die wil ik zo echt aandoen. En ik ga hem zo gelijk passen. Ik zal hier tussendoor even de aanshots doen. En trouwens, alle linkjes zet ik in de beschrijving. Mocht jij een item ook willen. En met de code DELVER15 krijg jij 15% korting op alles van Naked. Behalve sale en beauty producten. Dus ja, neem zeker even een kijkje zou ik zeggen. Maar heel blij mee. Nou, dat belooft wel veel goeds. Ik heb nu wel de lat hoog liggen. We gaan gewoon door naar het volgende. Oké. Oh my god, zo leuk. Wow, ik had het echt zo niet verwacht. Deze broek namelijk. Dit is echt zo'n... Je hebt leren broeken, maar ook leren broeken. Als je snapt wat ik bedoel. En dit is echt zo'n leren broek. Zo'n een wou ik al. En dat vind ik heel mooi met gewoon een wit shirtje straks of zo in de lente. En dan een beetje opgerold of een knoop erin. Super stoer. Dus eigenlijk deze broek. Die is echt cool. Ik vind ze altijd nooit fijn zitten. Want het stretcht je ook niet mee en zo. Dus ik hoop dat dit past. Dit is een maatje 36. Dat is top. Heel erg leuk. Heel erg blij mee. Ik ga het vaak aan hem laten doen. Nou, next. XS. Wauw, hij valt echt groot. Heel leuk. Ook weer. Nou, echt. Dit is ook leuk boven die zwarte broek. Dit is namelijk een witte blouse. Heel erg lang is die. Wacht, ik kan het wel even laten zien. Echt heel erg lang. Ja, ik heb nu een lange jurk aan. Deze is van Colorful Rebel. Maar heel lang blouseje. Vind ik persoonlijk heel erg leuk. Straks vooral in de zomer of zo als je een bikini aan hebt. En dan even snel een blouse eroverheen. En hij heeft echt prachtige mouwen. Met zo'n strikje. En ja, het loopt wat wijder uit. Ik vind deze echt super leuk. Ja, oh, ik. Eigenlijk is hij ook wel leuk in een L of zo. Echt een vet grote. En dan als jurkje, dat is ook leuk. Nou ja, we gaan zien hoe die valt en waarmee ik het ga combineren. Maar echt heel leuk. Ik verbaas me eigenlijk echt enorm. Niet verwacht. Volgende. Wat is dit? Oh ja. Oké, dit vind ik iets minder, maar nog steeds prima. Maar ik weet niet zo goed of ik dit vaak ga dragen, want ik heb dit best al wel veel. Dit is gewoon zo'n mesh topje, waarvan de mouwen wijd zijn. Ja, dus hij heeft uiteenlopende mouwtjes. En voor de rest is het gewoon doorzichtig. Ja, op zich
wel leuk, maar ik draag gewoon niet zoveel mesh topjes meer. Dus ja, weet ik niet. Ik twijfel, maar goed. Dit heeft hij in een maatje S besteld, dus dat is top, denk ik. Of een XS had ik eigenlijk goed moeten, denk ik. Maar aan de ene kant, als ik hem zo zie, vind ik het wel echt een S dat hij wel past. Dus prima. Kijken of ik het ga dragen, geen idee. Dan, oh my god, deze vind ik super leuk. Dat doet hij echt van de kleur, 100%. Dit superleuke rokje. Oh my god, ik ben verliefd. Dit is een maatje XS. En dit is dus zo'n heel mooi lichtroze rokje. Heel los, een beetje zo'n plissé'er rokje. En dit vind ik eigenlijk echt superleuk straks voor in de zomer als je weer mega bruin bent. Wit topje erboven, witte sneakers eronder of wit shirtje. Superleuk, ja echt. Oké, ik vind echt nog totaal niet iets lelijk of zo. Wat is dit? Oh, wow. Oké, vindt hij dit leuk? Oké, het is namelijk een hele grote jumpsuit. Echt zo'n jumpsuit pak. In het kaki kleurig. Nou, vind ik wel leuk, maar ik heb dus al zo'n pak in het wit gehad. En ik draag hem toch niet zoveel. Ik heb hem een periode echt een paar weekjes gedragen. Maar toen was het ook wel weer mooi geweest. Dus ik denk dat dat met dit eigenlijk ook wel een beetje het geval gaat worden. Hè? Hij is wel super mooi, moet ik zeggen. Hij heeft hele mooie, ja, mooie, hoe heet dat? Puffs op de schouders. Hele mooie knopen. En dan loopt hij echt door als een groot pak. Ik heb hem in een maatje 34. Ik weet niet of dat gaat passen. Dat is altijd wel een beetje tricky. Maar hij ziet er wel goed uit. Dus ik hoop dat ik hem pas. Maar ja, ik weet niet zo goed wanneer ik dit zou dragen. Maar op zich, het is wel leuk. Oké, dit is het pak. En zoals je kan zien, zit hij veel te strak. Ik krijg hem niet eens dicht. Maar ik moet zeggen, als die dicht kon, was die nog best wel leuk. Maar het zit mij echt veel te strak. Alles wordt gewoon geplet, joh. Ik heb niet eens een kont niet meer. Het is echt vreselijk. Dus ja, het mag echt wel een 36 zijn. Misschien wel een 38. Het is wel echt een super mooi stofje. Heel mooi model, maar helaas te klein voor mij. Dit is een heel leuk wit jurkje. Echt heel erg leuk. Straks voor de zomer. Met hier van die kanten details. Bij de bovenkant zo. Maar eigenlijk heeft het hele jurkje kanten details. Straks voor de zomer wederom heel erg leuk. Mooi wit. Dus als je bruin bent, dan springt dat er wel uit. In een maatje 34. Dat is top. In de kleur wit dus. En de bandjes kun je ook nog eens verstellen. Er zitten namelijk van die, wat je bij een BH ook hebt. Dat is wel top. Oh, zo blij mee. Zo leuk. Ik verbaas me echt. Ik heb er geen woorden voor. Heel leuk. Dan. Hij is wel van de jumpsuitjes en zo. Had ik echt niet verwacht. Oké, ik weet niet zo goed of ik dit zo leuk vind. Dit is namelijk ook weer een jumpsuit in het nude zandkleurig. Maar dit is wat stoer. Een beetje zo'n safari-achtig jumpsuitje vind ik dit. Je snapt vast wel wat ik bedoel. Hij heeft hele mooie bruine knopen. Een mooi kraagje. En korte mouwen. En verder is het gewoon een jumpsuit broekje. Met dus zo'n sliert wat je mooi kan knopen. Een soort riempje dus. Dit moet ik echt even aanzien. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Want jumpsuitjes draag ik best wel snel in de zomer. Maar dit is echt een heel dik stofje. Dus dan draag ik het eigenlijk niet. En om dit nou in de lente te dragen, weet ik het ook niet. Dus dit moet ik echt even aanzien. Weet ik niet zo goed. Ook trouwens in de maatje 34. Dan, oh, ja, oh, dit vind ik leuk. Super toevallig, want waar ik werk in de kledingwinkel Lily, verkopen deze dus ook. En dit is de Monica Geuze flare broek. Die hoort bij dat pak met dat jasje. Dit is een maatje 34. Ik weet niet of ik dat pas. Misschien wel, hij ziet er wel heel groot uit. Maar dit is dus die flare broek. Heel erg wijd is hij aan de onderkant. Vind ik zelf wat super tof. En ja, hij sluit gewoon aan met een knoopje. Met streepjes dus. Gewoon zwart met witte streepjes. Ik hoop dat hij past, dat ik hem niet te veel hoef in te nemen. Want dat vind ik altijd zo gedoe. Maar ja, superleuk. Oké. Iets met panter. Nou, panter is altijd goed. Dit is in een maatje 34. Ik zou het zelf niet zo snel ook wederom kiezen. Maar misschien daarom ook wel extra leuk. Dit is een panterbloesje. Wel een beetje druk zo naast al die printjes nu zo. Maar gewoon heel simpel panterbloesje met wijde mouwtjes. Die lopen heel mooi uit. En ik denk dat het eigenlijk heel erg tof is onder een leerbroekje. Ik heb zo'n leerbroekje van Colorful Rebel met van die franjes. Of een leerrokje. En dan zo erin.
Of met die zwarte leren broek in het begin van de video. Ja, ik zie hier wel een combinatie mee te maken. Dus ja, best wel leuk. Nou, ik hoop dat die past. Maatje 34. Maar dat hoop ik altijd van alles dat die past natuurlijk. Oké, nou, laatste item. Oh ja, dit is een rode body. Beeld lijkt hij een beetje oranje-rood. Maar hij is echt fel rood. Dit is een maatje XS. En ja, ik vind het wel mooi dat hij een hoge hals heeft, maar zeg maar geen kool of zo, maar gewoon een hoge hals. En wederom vind ik dit leuk in de zomer straks met mijn Colorful Rebel zwarte leren broekje met van die franjes. Daar ga ik hem zo ook zeker mee passen in de aanbeelden. Nou, superleuk! Ik hoop dat de body ook past. En even kijken. Dat was het. Wow! Had ik echt niet verwacht. Ik ben echt onder de indruk. Nou, ik heb me wel goed, want eigenlijk vind ik alles superleuk. Het enige wat ik iets minder vind is dan denk ik toch ja, dat meshtopje en deze bruinige playsuit. Omdat ik dat gewoon niet echt draag. Meshtopje ben ik gewoon een beetje klaar mee met die ja, doorzichtige dingetjes. Maar misschien als ik het aan heb dat ik denk ja, echt leuk. Ik ga het zo even passen. Jullie hebben het kunnen zien tussen de videobeeldjes door of het leuk was of niet. Ik hoop dat het is geslaagd allemaal. Ik vind het echt... Oké, laat ik een cijfer geven. Ik vind het echt een 8,5. Misschien wel een 9. Ja, ik geef Sander een 8,5. Hij heeft echt zijn best gedaan. Ik vind het echt superleuk. Nou, helemaal blij. Helemaal content hiermee. Vond jij nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je dus niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik zag dus hè, dat 87% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Nou, bizar veel. Ik zou het heel erg leuk vinden als je dat gaat doen. En ja, dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Check nog even de beschrijving met de linkjes en de kortingscode. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!